Soms op een wintermorgen als de temperatuur iets onder het vriespunt ligt en het zeer vochtig is buiten, kunnen we in het bos of in een park iets moois zien. Soms zien we dan van die witte haren opsteken. Dat noemen we ijshaar of haarijs. Kijk, hier zien we zoiets. De ijshaartjes zijn zeer kwetsbaar. Op het moment dat je ze aanraakt, zullen ze eigenlijk direct verdwijnen. IJshaar kan ontstaan bij lichte vorst op dood en vochtig kernhout. De bast, het schors, moet dus verdwenen zijn. In het hout zijn schimmels actief die water kunnen produceren. Dat luistert allemaal vrij nauw, dat proces, want bij te koud weer vallen de schimmels stil en wordt er geen water geproduceerd. Het water wordt door de poriën van het hout naar buiten geperst, druppeltje voor druppeltje. Zodra het water buiten het hout komt, zal het bij voldoende luchtvochtigheid bevriezen. Is de luchtvochtigheid namelijk te laag, dan zal het druppeltje verdampen en kan er geen haartje ontstaan. Onder het bevroren druppeltje volgt het volgende waterdruppeltje dat naar buiten wordt geperst en zo ontstaat er een haartje, een ijshaar. Het mag duidelijk zijn dat ijshaar alleen bij zeer geschikte omstandigheden kan ontstaan. In de vroege ochtend kan je het best kijken. En zodra de zon opkomt en een zonlicht op ijshaar valt, smelt het meestal direct weg. Je hoeft ook niet te gaan zoeken in een dennenbos, want er is nog nooit ijshaar waargenomen op hout van dennenbomen. Als je ijshaar tegenkomt, maak er dan op afstand een mooie foto van. Misschien zie je het wel nooit weer, want het is vrij zeldzaam. Eén ding weet je ook zeker volgens de oude verhalen. Kom je ijshaar tegen, dan is koning Winter je voor geweest. Want het ijshaar is eigenlijk een plukje uit de baard van de vorst.